als pak draagt. Gaan we naar Colorado met... Oef, ik heb ook nog deze. Het is vandaag donderdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben vandaag lekker vrij van werk. En eigenlijk zouden we vanavond met de meiden naar de wielerronde gaan. Zeg maar, de dorp waar onze ouders wonen, waar nog steeds heel veel meiden wonen. Heb je elk jaar wielerronde. Dus gewoon in het dorp heb je dan heel goed feest in verschillende dorpjes. En vandaag is Wateringen aan de beurt. Of dit weekend is Wateringen aan de beurt. En dat is dus de plek waar onze ouders en zo wonen. Eigenlijk wilden we daar naartoe, alleen het... giet echt buiten, dat is niet normaal. Dus we gaan nu met al die meiden gezegd naar Biep toe. Gaan we daar sushi eten, lekker wijntje drinken. En dan kijken we wel eventjes of het weer een beetje opdroogt. Of we dan alsnog naar de wielerronde gaan. Of dat we gewoon bij Biba thuis blijven. Maar er was dus net een pakketje binnengekomen van Bijou. Dus helemaal niet dat dit zou komen, maar superleuk. De Honey Glow. Dit is wat erin zit. En dit is dus de Honey Infused Lip Oil. En je hebt dus al de normale ervan. Maar ze hebben nu dus volgens mij een nieuwe uitgebracht. Met Golden Shimmer Glow. Kijk, dit is hem. Er zit echt zoveel glitter in. En ik hoor echt van heel veel mensen dat deze olie heel erg chill is. Lekker. Ik ga eventjes naar het postkantoor om eventjes wat pakketjes voor Vincent op de post te doen. En verder staan er hier in huis echt mega veel dozen. Dus die ga ik ook eventjes gelijk weggooien. Want... dat is echt niet normaal. Het lijkt hier wel pakketjes punt. Dus ja, de camera is de laatste tijd zo donker. Ik weet echt niet waar het er komt. Ik zie er ook nog steeds niet uit. Nog geen make-up gedaan. Ik zit er lekker even lang aan te kijken. Maar er kwam een pakketje binnen. Bij Studio Amaya hadden ze dus echt 50% korting. En Chevelle, met wie ik werk, die had daar dus een pakje gezien. En toen stuurde ze het naar me door dat ze die dus had besteld. En toen dacht ik, oh, die is zo leuk. Toen zei ik, vind je het erg als ik hem ook bestel? Ja, vond ze gelukkig niet erg. En hij is binnen. Ik hoop dat hij leuk is. Dit is wel. Dit is dus een pak. Een broek en een blouse. Ik twijfelde eerst heel erg of ik alleen de broek zou doen. Maar toen dacht ik, als ik het niet leuk vind als set, kan ik het ook gewoon los van elkaar dragen. De broek met een leuk topje en die top met een spijkerbroek of zo. O, lekker stofje. Het is dus allereerst deze broek. Ja, je moet hier echt van houden, maar ik vond dit echt heel erg leuk. En deze was nu afgeprijsd van volgens mij 60 euro naar 30. En die heb ik in een XS. Met al dat karton weggegooid. Gelijk een nieuwe doos. Oké. Okay. En dat is deze. Zo'n one shoulder top. Zo leuk. Ik ga het gelijk even aantrekken. Ik hoop dat dit iets beter licht is. Maar dit is dus die top. Niet helemaal fleur. Maar ik vind het dus wel echt heel erg leuk. Zo met wat sieraadjes. Ja. En die broek vind ik ook heel erg leuk. Maar ik vind die broek dus ook heel erg leuk. Had ik op Insta gezien dat een meisje deze aan had over de bikini. Vind ik ook wel echt heel erg leuk. En I like it, denk ik. Ik heb hem nu heel eventjes dat topje in mijn broek gedaan. Zodat je dat flapje niet hebt. En ik denk dat ik dat leuker vind als je hem zo als pak draagt. Om hem er dan in te doen. En als je die gewoon dit topje met een andere broek draagt. Om hem dan wel gewoon eruit te laten. Ja, dat is wel leuk. Ja! Zo, ze lijkt wel kaal. Hij zit er hoor. Het is vandaag zaterdag. Ik heb heel dag gewerkt. Nu heel snel klaargemaakt, want ik ga met die meiden gaan we naar Colorado met Biep, Amy, Demi en Puk. Ik wil dus eigenlijk een heel erg leuk outfitje aan met mijn Jacques Mustop. En dan een spijkerbroek en een spijkerjasje. Alleen dacht maar even spijkerjasje. Dus ik moest heel snel iets anders bedenken. Dus ik heb nu dus dit topje. Maar die wilde ik dus eigenlijk aan met de Gay Pride volgende week. Maar ik wist het anders echt niet. Met deze groene oorbellen erbij. Gewoon een zwarte broek. En dan doe ik ook mijn groene tas erbij. Die meiden die gaan dus met de taxi. Maar ik woon hier echt super dichtbij bij Colorado. Dus ik ga gewoon lekker met de scooter, want dan kan ik vanavond ook weer gewoon lekker met de scooter naar huis. En dan hadden we ook niet een busje nodig, konden zij gewoon met een autotaxi. Dus ja, ik ga eventjes wachten tot zij iets dichterbij zijn. Ze zijn er ongeveer over 20 minuutjes. Dus ik ga denk ik over 5 minuten rijden. En dan gaan we naar Colorado. Het is vandaag maandag. Ik heb dit gedoucht en mijn haar gewassen. Dus vandaar dat ik er even zo uitzie. Maar ik heb vanmorgen mijn kamer opgeruimd. Ik heb deze lades eindelijk een keertje helemaal
opgeruimd. Nou, het ziet er misschien voor jullie niet opgeruimd uit, maar voor mij zit er wel een soort van structuur in. Hier zit alles voor mijn gezicht, lichaam, alles voor mijn haar, maskertjes en dingen. Allemaal pilletjes. Hier ook nog een la, hier allemaal make-up, haartangen, nou, allemaal zooi. Dus het is weer eventjes lekker opgeruimd. Maar ik vlieg dus woensdagochtend samen met Zoe naar Londen voor een event. Echt super leuk. Ik ga daar denk ik trouwens een aparte vlog van maken. Ik denk dat dat heel erg leuk is. Maar we hebben dus net horen gekregen dat het thema roze met glitter is voor het event. Dus ik moet heel snel iets gaan bedenken. Vanavond ga ik uit eten met mijn ouders Sam en Stan. Want Sam die gaat voor een half jaar naar Denemarken. Dus we gaan vanavond uit eten. Een soort afscheidje. Dus ik ga even mijn haar nu drogen. En ik denk alvast een beetje mijn koffer inpakken voor Londen of mijn tas. Ik weet nog niet echt wat ik mee ga nemen, maar we gaan maar één nachtje. Maar ik dacht dat het misschien wel leuk om nog in deze vlog mee te nemen. Om aan jullie te laten zien wat ik voor één nachtje meeneem. Volgende week maandag gaan we naar Kopenhagen. Ook voor een event, maar dan van Stronger. En deze is van SoPR. Maar goed, ik ga denk even snel een maskertje op mijn gezicht doen. Ik had dus hier net allemaal maskertjes en dingen gevonden. Dus toen dacht ik, nou... Kijken welke ik ga doen. Ik denk dat ik deze ga doen van de Body Shop met vitamine C. Wel lekker. Ga ik die eventjes op mijn gezicht doen. Ik kan het eventjes intrekken en dan ga ik daarna eventjes mijn haar feunen en stijlen en alles. En alvast een beetje dingen bedenken. Het gaat dus woensdag gaat het dus regenen in Londen. En dan gaan we dus allemaal activiteiten buiten doen. Dus ja, daar moet ik ook wel eventjes voor kijken wat ik dan ga aantrekken. Er stond ook in die mail van, zorg dat je voor overdag gewoon lekker een beetje chille kleding aan hebt, casual. En dan s'avonds iets in dat thema. Dus, ja. Even lekker maskertje op. En Dagmar die heeft de hele Shein leeggekocht. Mooi. En dit is pas de helft van de bestelling. Ja, ik ben even alles aan het uitzetten. Die is leuk ook. Ja, die kleur. Ik ziet er mooi naar uitkomen. Lekker zo. Het is vandaag dinsdag. Ik moet vandaag werken van 10 tot 6. Ik heb een pukkel op mijn lip waar je echt u tegen zegt. Hij is zo groot. En ik heb echt zoveel stress. Of nou, stress. Ik ga dus vannacht ga ik naar Londen samen met Zoe. Dus voor een event. Maar ik weet gewoon nog steeds niet wat ik moet aantrekken. En... Ja, gisteren wilde ik dus eigenlijk mijn koffer inpakken. Heb ik dus uiteindelijk niet gedaan. Want dat ging ik dus niet meer redden. Ik had heel mijn kamer natuurlijk opgeruimd. Dus ging ik eten met mijn ouders en zo. Zondag heb ik trouwens ook niks gefilmd. Want toen ging ik de hele dag dingen doen met Stan's familie. Dus dan ga ik natuurlijk ook gewoon niet filmen. Dat is wel heel erg leuk. Maar goed. Ik moet dus vandaag tot 6 uur werken. En dan daarna moet ik dus nog een outfit gaan bedenken in het thema roze en glitter. Kijk dan, dit kan toch niet. Gisteravond in bed bedacht ik me dus wel dat ik nog deze hakken heb. Dus deze ga ik denk ik sowieso aan doen. Dat is natuurlijk wel glitter. Dagmar heeft dus nog een zilver riempje, weet ik. Dus ik dacht, ik kan ook deze jurkje dragen en dan dat riempje zo om mijn middel en dan die glitterhakken. Ik heb vandaag heel de dag op werk om nog eventjes na te denken wat ik ga doen. Maar ik ga me nu in ieder geval even... klaarmaken om naar werk te gaan. En dan heb ik op zich nog wel de hele avond om mijn koffer in te pakken en dingen te bedenken en zo. Ik ben op werk aangekomen. Ik heb even lekker koffie gezet. Want dat had ik echt nodig. Ik was best wel een beetje moe. We hebben gisteren echt nog tot laat in bed B&B vol liefde gekeken. Ik was er altijd een beetje, ik keek dat eigenlijk nooit en best wel veel mensen om me heen wel. Toen hoorden we het van steeds meer mensen, zijn we het ook maar gaan kijken. Ik vind het echt oprecht heel erg leuk. We zijn met seizoen 1 bezig nu. Ik heb even geen make-up op mijn gezicht gedaan, alleen mijn wenkbrauwen. Want ik dacht, ik kan mijn gezicht even een beetje rusten. En misschien gaat die pukkel om mijn lip dan ook even weg. Niet dat ik daar normaal make-up op smeer, maar goed. Ik dacht, even een beetje echt zo vies weer bij. Dus ik hoop dat het een beetje druk wordt vandaag. Maar ik heb in ieder geval lekker mijn laptopje bij me, dat ik daar ook wat dingetjes op kan doen eventueel. Ik ga nu eerst lekker die koffie opdrinken, winkel opstorten en dan beginnen. Ik ben eindelijk thuis van werk. Ik weet niet waarom, maar deze dag duurde zo lang voor mijn gevoel. En ik ben na werk nog heel eventjes... Oh mijn god. Daar gingen jullie. Ik ben uit werk nog heel eventjes snel naar Zara gelopen. Want ik moet dus nog een outfit voor morgen hebben.
Morgen vlieg ik natuurlijk naar Londen. En ik had wel een heel erg leuk ideetje in mijn hoofd. Zo hier. Het gaat dus overdag regenen. Dus dat is wel een beetje... maar ik dacht dus, ik vind deze outfit wel heel erg leuk. En waar staat die? Deze. Met een blazer en een spijkerbroek. En dan dacht ik, of dan kan ik dit witte topje eronder doen. Dus ook nog wel mooie mouwtjes op zich. Of, en die blazer zit blauw, dat is die blazer van Rogers. Dit topje. Maar dit was de kleinste maat die ze hadden. Er bestaat geen XS. En ik vond er best wel groot uitzien. Dus ik moet dat eventjes passen en kijken. En voor de avond is het thema glitter en roze. Nu heb ik dus een roze blazer. En ik dacht, misschien is het dan leuk om deze corset top, of nou corset top, deze top eronder te doen. Want ik heb dus ook roze met zilveren oorbellen. Dus ik dacht, dan maak ik het gewoon een beetje zilver met roze. Maar Dagmar had dus ook nog deze ring. Ik dacht, dat is ook misschien leuk. Met die blazer en dan deze ring eromheen. Dat het lijkt alsof ik een jurkje aan heb. Maar goed, ik ga eerst eventjes eten. Want ik heb zoveel trek. Dus dat eerst. En er was nog een pakketje binnengekomen van Look Fantastic. Want ik had namelijk deze make-up kwasten van Real Techniques besteld. En eventjes een nieuwe beauty blender van Real Techniques. Dus dat. Ik ga eerst eten en dan ga ik daarna met jullie verder mijn... Of nou, niet verder. Ga ik mijn koffer inpakken, want ik heb nog niks ingepakt. Oké, ik heb nu... het blauwe topje aan. Mijn camera is zo donker. Ik snap er helemaal niks van. Zo dan maar eventjes. Kijk. Oh. Ik heb nu dit blauwe topje aan. Maar ik vind hem iets te groot. Ik moet sowieso eigenlijk even een BH onder. Maar ik weet niet of dit hem wordt. Ik ga eventjes die blazer eroverheen aantrekken. Nee. Ik denk dat ik dit met een witte top leuker vind. Ik ga even die witte aantrekken. Oké, als het goed is, doet mijn camera het nu weer zoals die het zou moeten doen. Ik denk dat ik dit wel leuk vind voor de outfit voor overdag. Met een tasje erbij. Ik heb dus van een Instagram account en van een website heb ik dus tassen gekregen om te lenen voor Londen en Kopenhagen. En dat zijn deze twee. Deze van... Dior. Die vind ik hier wel leuk bij, denk ik. Maar het gaat er wel regenen, dus ik ben wel een beetje bang dat hij lelijk wordt. En dat vind ik wel heel erg zonde en is niet de bedoeling. Misschien dat ik wel gewoon een witte jacquemus hierbij doe. Want die blauwe heeft een keer dus nog. En deze van Bottega heb ik gekregen om te lenen. Maar goed, ik denk dat ik gewoon deze erbij ga doen. En dan heb ik natuurlijk ook nog dat lange hengsel. Deze broek is trouwens ook nieuw van de Zara. Heel leuk. Ik denk dat dit het wordt voor overdag. En dan mijn New Balance eronder. Ja. Dat denk ik. Voor overdag moet het dus een chill outfit zijn. Zeg maar een casual outfit. Maar we gaan misschien ook wel foto's maken. Dus ik wil ook wel dat het er een beetje leuk uitziet voor een foto. Dus ik denk dat ik dit overdag ga aantrekken. Ik heb ook nog deze tas. Van Nuno, die heb ik dus nieuw. Ik moet wel eventjes wat korter maken, maar ik kan hem op zich natuurlijk ook zo. Misschien is deze wel beter, want deze is wat groter. Dan past mijn camera er ook makkelijk in en mijn telefoon. En nu ook deze doen. Ja, of ik heb ook nog deze. En deze is misschien ook wel chill, omdat ik hem gewoon zo kan dragen. Vind ik ook wel leuk. En dan met deze New Balance eronder, want die lopen gewoon echt heel erg lekker. Ik denk dat dit het wordt voor overdag. De slechtste vlogger van Nederland in hier. Ik heb mijn outfit denk ik voor de avond. En dat heb ik natuurlijk niet gefilmd. Ips. Maar ik heb er wel een foto van. Ik denk dat het dit wordt. Dus een roze blazer van Alex. Met een zilver tasje van de Zara. Hakjes van de Zara. En een zwart jurkje eronder. Ik heb ook nog deze blazer van Alex. Ho. Maar die is denk ik meer... Waarom ik nou niet? Is meer lila. Vind ik ook wel leuk. Maar ik neem ze gewoon allebei mee. Want die lila heb ik voor mijn outfit voor donderdag. Dat doe ik dan met een spijkerbroek. Wit shirtje. En die Bottega tas. Dan kan ik daar ook nog een leuk outfit fotootje mee maken.
En dan heb ik dat zeg maar ook gewoon aan met vliegen. Dus ik zal het eventjes laten zien wat ik nu heb. Ik heb dus die outfit die ik net liet zien. Die spijkerbroek met dat witte topje. Mijn Rogers blazer, deze Nunotas en mijn New Balance. Dan voor de avond, zeg maar voor het diner en het thema en zo, heb ik die roze blazer, zwart jurkje, die tas. En deze geweldige hakken. En voor de dag daarna heb ik deze Bottega tas. Deze blazer van Alex met dan diezelfde broek. En dan moet ik alleen nog even een ander wit topje pakken. Ja, dat denk ik. Dus ik ga dit nu allemaal in mijn koffer doen. En dan ga ik deze video afsluiten. Want dan kan ik hem nog eventjes bewerken en opslaan. Zodat hij morgen gewoon online kan als ik er niet ben. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga van Londen een aparte vlog maken. Ik hoop dat die zondag 6 augustus online komt. Ik denk wel dat dat moet lukken. Dus ik ga bij deze video afsluiten. En dan zie ik jullie in de Londenvlog. Doei!